Hey, hallo, goedemorgen, kom binnen. Fijn dat je er bent. We hebben deze training speciaal gemaakt voor iedereen die graag bij MT wil komen werken. Dus ook voor jou. Altijd even wennen. De winkel, de taken en verantwoordelijkheden, collega's, huisregels en de manier van omgaan met elkaar. Er komen heel veel nieuwe dingen op je af. Zij zorgen ervoor dat alle artikelen in de winkels aanwezig zijn en in de juiste hoeveelheden aangeleverd worden bij de filialen. Dit is de planning. Hier kun je 3 weken van tevoren zien hoe jij en je collega's ingeroosterd zijn. 3 weken voordat je op vakantie wil, schrijf je een korte notitie voor jouw afdelingsmanager. Die moet jouw aanvraag goedkeuren. Praktijk waarin zaken zijn geregeld, zoals werktijden, het aantal vakantiedagen, verzuim. Aandacht. Hiermee bedoelen we aandacht voor de klant. Dus niet. Maar wel. Dus niet. Maar wel. Klantgerichtheid, aandacht voor de klant, staat bij Lakeside voorop. En om te oefenen mag je in dit onderdeel zelf ook enkele klanten gaan helpen. Hallo mevrouw, ik zie dat u aan het zoeken bent. Kan ik u misschien helpen? Ja, dat klopt. Ik ben op zoek naar gelatine, want ik heb een heerlijk recept voor een toetje. Oh, dat klinkt goed. Ik zal even met u meelopen. Oh, geweldig, dank je. Je leert waar je op moet letten als het gaat om winkelpresentatie. We laten je zien wat je moet doen met producten die over de datum zijn of zijn beschadigd. Kijken of het nummer overeenkomt hier. Even kijken, 20-0. Ja, het product moet hier staan. Nee. Het labelen van kleding doen we niet aan de linkerkant. Probeer het nog eens. Heel goed. Volgens mij ben je er nu helemaal klaar voor om zelfstandig de vracht te gaan verwerken. Succes! Welk advies zou jij deze klant geven? Je leert alert te zijn op verdacht gedrag en om te gaan met lastige situaties. Tot slot laten we je zien hoe het zit met eigen aankopen. Wat is dat nou eigenlijk, verdacht gedrag? En hoe herken je het precies? Ik zal je een aantal voorbeelden laten zien. Je ziet hier een klant met een grote tas. Ze kijkt continu om zich heen. Het is een klant die jou als verkoper probeert te ontwijken. Wat gebeurt daar nu? Wat doe je? Je hebt het supergoed gedaan en ik denk dat je nu op een perfecte manier bent voorbereid op je eerste dag. Heel veel succes bij MT en natuurlijk ontzettend veel plezier met je nieuwe baan. En we gaan elkaar zien, hè?